Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Hein Levy, geboren in Arnhem op 21 oktober 1875. Hein Levy is van beroep lamsslager. Mei 1940 woont hij met vrouw en dochter aan de Nieuwstad 20 in Arnhem. Niemand van het gezin Levy heeft de oorlog overleefd. Hein Levy overlijdt op 14 januari 1943 in Auschwitz. Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar.